Ik ben Joe Hermans, ik ben getrouwd van met Carla. Ik heb twee kinderen, Stan en Brit. En ik ben werkzaam als onderhoudsmonteur, servicemonteur en fitnessapparatuur van Technogym. Ik ben Art Kranen. Ik woon samen met Lian Jansen. We hebben samen ook twee kinderen, dat is Sven en Ivy. Ik ben werkzaam bij Drukkerij Knoops als grafisch vormgever, ontwerper. Nevenbij heb ik nu sinds vorig jaar een eigen bedrijfje. De grafisch Pelemaas, daar word ik ook werkzaam in de binnen. Ja, wat betekent vastloop voor mij eigenlijk heel veel. Ik bedoel, ik heb het sowieso bijna de ganse jaren in de auto bijna aanstaan. Ik ben net niet 364 dagen, maar 200 dagen toch heel zeker. Ja, het was zo. Het was maandag 14 november. We waren net klaar met eten. Mijn vrouw Carla was werken. En daar ging de telefoon. En er stond het nummer van onze nieuwe vorst, Matje Maas, op. Ja, Matje die belt niet zomaar om te vragen wie met me is. Dus toen ben ik naar de garage gelopen en er zit een zoete gemig. Hij zit de wedstrijd dit jaar een nieuwe functie hebben bij de deurparcours. Ik zeg, ja, dat weet ik. Hij zegt, ik wil vragen of toen dit jaar de nieuwe prins was weer. Hij zegt, dat moet ook zo even over nadenken. Ik zeg, nou, daar hoef ik niet over na te denken, dat doe ik. Dus dat was voor mij al, ja, ik heb daar geen seconde over na te denken. We hebben gewoon elk jaar samen met de vrouwen op vakantie, een paar dagen. Naar de kerstmarkt heen. En dan zei hij altijd, hoeft ze mij dit jaar niks te vragen. Ik zeg, nee, het is weer helaas niet gebeurd. Dus nee, we hebben daar toen eigenlijk al heel erg over gehad. En ik weet gewoon, mijn vrouw zit er voor 100% achter. En nou, voor Lian is het geld eigenlijk hetzelfde. Nou ja, wie dat jeugd kwam, we waren samen gaan spinnen in de sportschool en te zitten van dagelijks even gaan maken voor de jeugdcarnaval. Ja, je zit aan het besturen, voornamelijk ook jeugdcarnaval en ja, PR-activiteiten die komen meestal wel bij mij. Ja, ik zeg, het is goed, ik zeg, maar je wil niet te laat. Ik denk, ja, er was een voetbal op, geloof ik. En, maar hij zegt, kijk maar wat ze thuis. En op een gegeven moment, ik ga al gesloten en alles, en dan op een raam, tok, 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 in de kump. Ja. Stel je door, nou ja, maar open. Ja, koffie, computer aangezet. Ja, wat moet ik maken? En lieten we gewoon een keer foto's zien van de prinsenwagen. Nee, je prinsenwagen. Kijken we naar je prinsenwagen dit jaar? Ja, ik viel dat kwartje nodig. Dus, nou ja, we beginnen. En nou ja, het was koffie gehad. En ja, voetballen was ik bezig. En wel bijna afgelopen. En ja, dan toch een flesje bier opgemaakt. Hoe lang heb je Jan eigenlijk? Ja, die zat de kaart op dinsdag. Ik zeg, nou ja, ik verwacht je zo gaat zo 11:30, 11:45. En hij bleef van zitten. En ik denk, ja, nou is er ergens is er gehad, maar ik film me nog niet. Ja, ik was net bezig met mijn eigen zaken, wat dan ook. Dus dat heb ik gewoon allemaal in mijn kop. En toegeven. Met liet hij mij telefoon zien met, ja, ze maken dan een accuse app aan. Mr. X en Mr. Y. En hij was Mr. X. En die liet mij dat dan zien van, hey, lees eens. Ja, toen wist ik hoe laat het was. Dus ja, daar heb ik toch een nachtje voor moeten slapen met de vrouwen om het overleggen. Te kijken of we dat allemaal gewoon rijden en zeilen met de kinderen en wat dan ook. En toen heb ik daar nog eens s'avonds, Carla kwam heel laat terug van het werk. Dus ik heb geen envelopje gemaakt, joh. Ik heb van kaarten met confetti, weg van hey, drie letters, joh, geknipt. Hey, joh, in een envelop gedaan. Ik hoef ik met die envelop. Ik zeg, hey, maak maar op. Ik zeg, dit is mijn antwoord. En toen heb je van die letters, joh. Dus nou ja, toen was het beklonken eigenlijk. Dus, Hey man, nog even, dan is het weer door. Het is al eigenlijk al heel lang, ja, hoop niet dat ooit een keer het kunnen weren. Mm-hmm. En we hebben er eigenlijk al niet meer op getild. Dus ja, wie dat, die matje me wel kwam, dat me toch eigenlijk een beetje als een verrassing. Maar dat was echt, ja, daar hebben we al zo lang over gehad. Ik zeg, dat zou ik nog wel eens echt willen doen. Ja, op zich is dus dat vrij aardig afgegaan. Ja, die jongen liggen al jaren te vissen en te weet ze wel van, oh, dik wordt het. En ja, nee, ik zeg, weer niet dit jaar. En ja, zo kent ze een beetje. Maar op zich, op een gegeven moment, ja, weet je niet. Het is eigenlijk heel goed afgegaan. Ook met
met liedjesmerg. Ja, dat vond ik zelf een lastig eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk op zich... Ik zit er in een commissie, het klad. Dus je bent dan eigenlijk in functie de ganze tijd. En de wedstrijd, de winnaar dan eigenlijk, ja, dat deed ik de ganze seizoen achtervolging, wie ze spreken. Dus je wilde ook een goede winnaar of een leuk liedje, wat zo. Dus ja, ik was er toch wel mee bezig, zeg maar. En dan heb je wel een keer verwacht. Dan zeggen ze van, joh, jij deed je niet opgeschreven. Ik heb al die jaren die opgeschreven. En nou schreef hij niet op en dan werd ze. En ik zei, ja, ik zeg, dat is ook de charme van... Ja, van het rooien. Voor mij werd het gewoon een keileuk seizoen wat ik nooit meer zal vergeten. Denk. Dit is mijn spreuk. Dit is al jarenlang mijn wens. Sluit maar aan als je kent.